de spelers van Vitesse en FC Utrecht inmiddels op de grasmat in Gelredome. En hij staat in de basis bij de Arnhemmers, Marco van Ginkel. Bijna 10 jaar geleden speelde hij zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Arnhemmers. Dat was op 12 mei 2013. Toen in eigen stadion tegen VVV. En nu is hij dus terug en start hij in de formatie van Philippe Cocu. Ook Nicolas Isimat-Mirin heeft een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Gabriel Vidovic, de Kroaat die gehuurd wordt van Bayern. Geen Prupper dus, geen Bero geschorst, geen Kozłowski die ziek is. Gaan we naar de opstelling van FC Utrecht. Daar Kleiber in de basis voor Ter Avest als rechtsback. Dus Kleiber. Ter Avest heeft last van een hoofdblessure. Viergever heeft een gebroken teen. Dost is nog niet van de partij, net als Sanjan. En Kluivert start centraal achterin. Goed gedaan door Meulensteen. Van Ginkel legt klaar. Het schot komt niet ver. Want werd aangeraakt, de poging van Manhoef. Topscorer van de Arnhemmers met 5 goals. Utrecht neemt hier over met Toornstra. Kleiber. Bosdogan. Met een goede paas op Van de Streek. Van de Streek, de aanname is niet goed. Anders staat hij oog in oog met Scherpen. En kan hij Utrecht op voorsprong zetten, Van de Streek. Geen supporters. Na ongeregeldheden vorig seizoen meegekomen vanuit Utrecht. Hier komt wel een kans aan voor Duvikas die erg onrustig schiet. Bosdogan wordt eigenlijk in de problemen gebracht door Van der Marel. Van Ginkel probeert het maar eens. Slordig zoals Utrecht daar opbouwt. Toornstra bemoeit zich er nu mee en zegt ja, gooi hem er dan maar overheen. Ga niet hier lopen pielen. Goed verlengd, Bialek. Manhoef. Vaak de sterkste schakel bij Vitesse, Milion Manhoef. Claimt hier Hens, scheidsrechter wuift het weg. Misschien nog een klusje voor de videoscheidsrechter. En hier nog eens die bal van Manhoef die op de hand komt van Kluivert. Arm toch wel behoorlijk van het lichaam af. Maar door de videoscheidsrechter dus niet als strafbaar hens beoordeeld. Isimat Mirin. En Kluivert die opruimt. Bosdogan. Sterk, Duvikas. Arcus grijpt niet in. Booth, als hij neergaat wordt het misschien wel een rode kaart. Nu houdt hij uiteindelijk de kans nog over en stuit hij op Scherpen. Vaak sterk in dit soort 1-tegen-1 situaties. Kjell Scherpen, de keeper die gehuurd wordt van Brighton. Zwak verdedigd door Arcus. Oros ontsnapt hier aan rood. Want als Booth gaat liggen, dan gaat hij echt met een rode kaart van het veld. Van der Hoorn, dat is een slimme bal van de Streek. Kleiber. En uiteindelijk wordt Duvikas niet in stelling gebracht. Van der Hoorn. Barkas. Uiteindelijk toch in de voeten bij Manhoef. Meulensteen. Ja, hij heeft wel eens gescoord met een schot van afstand. Melle Meulensteen. Vidovic. En dat is een serieuze redding van Vasilis Barkas. Eindelijk gebeurt er weer eens wat in een eerste helft die niet al te spectaculair is. Ingreep van Arcus, veel te hard. Cocu begrijpt de gele kaart niet, maar Van de Streek heeft heel veel last van zijn knie. Arcus die wel meteen zijn verontschuldigingen komt maken. En hier nog maar eens kijken naar die overtreding die inderdaad veel te hard is met de noppen vooruit van Arcus. En dan moet je toch niet gek opkijken als dit een rode kaart wordt. Van der Laan naar het scherm.
Maar dat dit rood wordt, lijkt toch duidelijk. En dat is de enige juiste straf voor de verdediger van Vitesse. Vitesse moet verder met 10 man. Niemand protesteert eigenlijk bij Vitesse, want het is klip en klaar. Dit is rood. Kan FC Utrecht ook gaan profiteren van de man-meer-situatie? Het heeft de tijd. Hier is Bosdogan van de streek. En dan wordt de bal van de lijn gehaald. Wat een kans voor Sander van de streek. Zojuist nog slachtoffer van die gemene schop van Arcus. Heeft hij ook om een wissel gevraagd van de streek. Maar had hij hier natuurlijk wel het doelpunt moeten maken voor Utrecht. Mislukte paas van Boussaïd. Manhoef. Ja, dan is hij snel. Dit is zoals hij het graag heeft. Dan komt hij in zijn kracht. Door de benen bij Kluivert en een grote kans voor Van Ginkel. Die de bal wel iets achter zich krijgt, dan moet hij het ook met links doen. Voortreffelijke actie van Manhoef. Sinds Vitesse met 10 man speelt, bloeit hij op. En geniet hij van de ruimte die er ligt in de omschakeling. Goed aangenomen met de borst, is dan meteen weg. Kans voor Van Ginkel. Weer goed verdedigd. Izimat Mirin zorgt ervoor dat Douvikas vervelende middag heeft. Daar gaat Manhoef weer. Schitterend gedaan. Van der Hoorn in de achtervolging. Hij is niet de enige. Ook Kleiber en Toornstra waren daar. Dan zit het qua restverdediging wel goed bij Utrecht. Beetje op goed geluk ingespeeld richting Kleiber. Bialek. Manhoef, als die paas goed is, is het een kans. Manhoef, die paas was goed. Van der Hoorn ligt. Van der Marel kan niet verdedigen hier. En het doelpunt van Manhoef. Hij is helemaal de man na die rode kaart. En in ondertal staat Vitesse op voorsprong. Wat een knappe actie van Manhoef. En tegen de verhouding in scoort Vitesse. Bialek. Die bal valt precies goed. Omdat Manhoef ook sneller is dan Van der Hoorn. Van der Hoorn kan het niet corrigeren. Van der Marel ook niet. En Barkas is gezien. Dit is een heerlijke bal. Van Bialek. Op Miljan Manhoef. En de topscorer van de Arnhemmers slaat toe. En 1-0 voor Vitesse. Utrecht heeft nog één wisselmogelijkheid over. Het is goed gespeeld. Kleiber. Ja, daar is niemand van Utrecht. Van der Marel komt nog. Geeft alles wat hij heeft. Toornstra. Jensen komt er niet uit. Brouwers tackle op de bal. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Kluivert. Zo viel die voorzet van Kleiber uiteindelijk niet goed. Brouwers. En via Japi wordt het een hoekschop voor Utrecht. Blijft Vitesse op de been. Hoekschop Toornstra. Knap verlengd bij de eerste paal door Van der Marel. Enorme misser van Maeda. Van der Marel komt hier vrij. Blok van Bialek die net opgekrabbeld was. En uiteindelijk dit schot van Kluivert. Kleiber, Toornstra. Douvikas en de bal op de paal. En Scherpe die daar ook goed bij zit. Bijna was daar de 12e van het seizoen voor Douvikas. Die de paal raakt. Heel veel applaus voor de clubtopscorer. Die door de spelers van FC Utrecht gemaand wordt om wat meer tempo te maken. De scheidsrechter vertelt hem dat nu ook. Maar het is toch zijn tweede helft geworden. Met zijn acties en uiteindelijk dus ook met zijn goal. Zijn 6e in dit seizoen. En vandaag wellicht één doelpunt die goed is voor 3 punten. Brouwers. Zit er nog een grote kans in voor Utrecht.
in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Izzy Mabirin heeft daar ontzettend veel weggehaald. Sanko wint uiteindelijk van Toornstra. Sanko, en nu ligt het open voor Witek, die op weg kan gaan naar 2-0. Witek stift hem over de keeper heen en scoort. Vitesse gaat winnen van Utrecht. Over en uit, zegt Maximilian Witek. De 10 van Vitesse pakken 3 punten tegen de 11 van Utrecht. En na eerder al die hele knappe goal van Manhoef, mag deze treffer er toch ook zijn. Op wilskracht, Sanko daar, Van Ginkel, beetje geluk. En dan deze paas die natuurlijk heel goed is. Van invaller Mohamed Sanko, Witek stift hem langs Barkas. En zorgt voor de verlossende 2-0. Het laatste fluitsignaal klinkt, de armen gaan omhoog bij Witek. Vitesse pakt 3 hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. En wie had dat gedacht? Na de rode kaart voor Arcus al vroeg in de tweede helft moest Vitesse met 10 man verder. Maar eerst was daar Manhoef met zijn acties en uiteindelijk ook met zijn doelpunt. En dan diep in de extra tijd Witek met de verlossende 2-0. En dus is de overwinning voor de Arnhemmers. En laat Utrecht het hier in Arnhem behoorlijk liggen. Creëerde Utrecht met een man meer op het veld. Lang niet genoeg om aanspraak te mogen maken op meer dan een slecht resultaat. Het zijn de felicitaties van Sielbebouwer voor Philippe Cocu. En gaat die glimlach voorlopig niet van zijn gezicht.